Nee, 2006 zijn we verhuisd naar Mariehoop. Toen hebben we de kans gekregen om een compleet nieuw bedrijf te kunnen bouwen. Het bestaat uit 1 zuigestal en 2 vleesvarkenstallen. Omdat we toen met een heel schoon bedrijf begonnen, helemaal nieuw, hebben we ook tegelijk de kans aangegrepen om met hoge gezondheid te beginnen. Hoge gezondheid van de varkens. We hebben toen nieuwe varkens gekocht die vrij waren van bepaalde ziekteverwekkers. Dat brengt nogal wat voordelen met zich mee. Onder andere dat dieren niet zo snel ziek worden. Dieren zijn fitter, hebben meer eetlust. Meer eetlust betekent dat ze meer eten en dus ook meer kunnen groeien. En voor ons als varkenshouders zit er best wel veel voordeel aan. Als je verder kijkt naar de volksgezondheid, met name de resistentie van antibiotica, nou dan zijn dit bedrijf hebben dan voordelen omdat we minder antibiotica hoeven te gebruiken, omdat de varkens minder snel ziek worden. Dat is goed voor de consument, voor de resistentie van antibiotica, maar ook voor de varkenshouder, je maakt gewoon een portemonnee, dus iedereen heeft er een voordeel bij. Omdat dit bedrijf dus gezondere varkens liggen, proberen we ook alle ziekteverwekkers buiten de deur te houden, zodat onze varkens ook gezond blijven. Daar hebben we een aantal protocollen voor opgesteld. Eén daarvan is dat alle bezoekers, voordat ze het bedrijf bezoeken, dus in de stal gaan, 48 uur varkensvrij moeten zijn, dus niet bij andere varkens zijn geweest. Voordat je de stal betreedt, moet je eerst door een douche. Dat is gewoon standaard, dat hoort ook bij het protocol. Als je eenmaal door de douche bent geweest, dan krijg je bedrijfskleding van ons. Verder zorgen wij ervoor dat bijvoorbeeld veewagens die wat of andere bedrijven zijn geweest, dat die altijd op maandagmorgen hier komen, zodat ze 2 dagen stil hebben gestaan. En zo proberen wij toch het risico zo klein mogelijk te houden.